Sinds het begin van de mensheid zijn er leiders en volgelingen, winnaars en verliezers, tv-presentatoren, politici, rocksterren en kunstenaars. Mensen die de wereld in hun ban hebben, maar dat was voor de grote, snelle, onwaarschijnlijke Rimi B. De man die alles beter weet, die sneller praat dan het licht. Welkom bij de grootste show op aarde. Even een paar dingen, want we gingen toch zo meteen buiten de presentatie doen, hè? Ja. Oké, okay, Stefan? Ja. Oscar vond dat ik het beste naar voren kwam als je wat van boven filmt, een soort van extra bulten. Ik heb wel vieze hoofd. Ja, nou weer. Ik heb een vieze hoofd. Eén belangrijk ding voordat we naar het eerste filmpje gaan kijken, dat is heel belangrijk. Heel belangrijk. Belangrijk één. Beste kijkers. Dinsdag 1 november is het Slotterbad Koorts, dan wordt Antenne geëvalueerd. Dus ik moet een beetje voorbereiden wat ik daar ga zeggen. Antenne is een nieuw concept. Dus Antenne is eigenlijk een website zonder voorkant, maar met een kloppend hart. Dus wel met een hart. Dus een kloppend hart vind ik een beetje overdreven. Ik denk dat ik dit blaadje, de statistieken van Antenne, dat ik die ga uitdelen. Misschien moeten we maar eerst even naar een filmpje. Oké, een filmpje. We gaan een filmpje uitzenden. Goed, ja. Ik ga het nog mooier maken, jongens. Hey, beste kijkers, we gaan een filmpje uitzenden. En dat je hoeft niet te schakelen, dat komt gewoon op zometeen als ik stop met praten. Ho, hey Esther. Denk je, is die clubact is interessant of niet? Die clubact is heel erg interessant, ja. Maar weet je, ik heb nou twee vrijkaartjes voor die film, dus als ik nou gewoon mensen buiten die vrijkaartjes uitdeel, ja? Vragen wat ze van die film vinden, kan ik de Club Act filmen. Oké, maar ik kan jou dus ook wel een kaartje voor Club Act geven natuurlijk. Ja, we willen die Club Act toch maar doen, maar weet je, die twee vrijkaartjes voor die andere film, die geef ik gewoon op straat aan mensen dat ze een film kunnen gaan kijken, snap je? Ik voor de film, maar ik heb hem gestrikt voor Club Act. Oké, is goed. Mag ik binnen dan? Ja, natuurlijk. Gaan jullie al naar de film? We gaan naar het theater. Oh, Club Act zeker. Club Act. Jullie zijn jong, maar ik wil even nog mensen die naar een film willen. Maar goed, oké. Ik heb nog twee vrijkaartjes voor de film en Lantaarnvenster voor vanavond om 9:45. Interesse? Sorry, helaas. Nou, dat zou kunnen toch? Willen jullie naar de film, 9:45? Jullie naar de film, gratis, 9:45? Beautiful Country, een hele poëtische film. It's from the Scandinavian festival. We just went there. We saw the movie. Which one beautiful was it? Country? No, it's a Danish you movie. You want to see Beautiful Country? Because it's very why hard. Not? Why not? Free. Free. So you have to review it. So you have to tell us what you thought about what you think of it. Or perhaps you don't, but when I find you, you have to, because I want to film the Club Act. Okay. What's your name? Julian? Yes. Helene. We can go there. Let's do it. Okay, so then you're gonna go? We're gonna go. All right, so okay. It's okay, you're with Norwegian. We and we can go no, back with the... he's Danish. So you're Danish? Danish. And you? I'm Dutch. Dutch? Yes, ik ben Nederlands. So you're here for this festival? Oh, je bent Nederlands? Oké, even dat verschilt weer. Ja, we willen gaan speciaal naar hier, omdat vanwege die noordelijke collectie. Ja, ja, ja. Ja? Klopt. Ja. Oké, okay, nou ja, dan kan je nog een film zien als je het leuk vindt. Ja, dat is goed. Thank you.
En meneer, kan ik u wat vragen? Tuurlijk. Kom je voor het Scandinavië Plus Festival? Nee, eigenlijk niet. Nee, we gaan naar een andere film toevallig. Ja. Ja. Jammer nou. Zijn er ook andere films? Ja, wij gaan naar Beautiful Country. Ja, maar dat zit toch in het festival? Dat in dat festival? Oh. Maar het is toch een niet-Scandinavische film? Of is het dan een Scandinaviër gefilmd? Volgens mij wel, want ik heb net twee mensen in vrijkaarten gegeven voor juist die film. Oh, oké. Okay. Dus als ik u nog zie, moet u vooral aan mij komen vertellen wat u ervan vond. Ja, dat doen we. Dat is goed. Stel je mensen willen. Maar dan laat ik jullie verder met rust, hè? Het ging over waarom is Antenne zo'n succes, toch? Kom, vrijdag. Nee, hè, vrijdag. Jezus, ik ben helemaal in de war. Dinsdag 1 november naar het slotdebat van Koorts in Café de Unie. In Zaal de Unie. Ik ben dagelijkse portie vitamine weer. Hier hebben we een health junk. Ik eet gewoon varkensvlees, weet je wel. Tijdens de Ramadan nog wel. Hé, maar wel, ik wilde iets heel belangrijks zeggen. Het slotdebat. Juist, en dan moet ik natuurlijk heel... Ik heb maar een kwartiertje en ik word geïnterviewd door Bert van Mechelen. Dan moet ik dus heel pinpoint zeggen wat nou het succes van Antenne is. Nou, en volgens mij is het succes van Antenne dat mensen op zoek zijn naar om ergens bij te horen. Nou, een Antenne zit zo in elkaar. De geïntegreerde weblog, dus een soort van marktplaats waar je dan... Het gaat om identiteit. Oké, nou weet ik het. Ik weet wat ik wil zeggen. Ik weet wat ik wil zeggen. Antenne is een soort van contentgenerator, waaraan je aan de ene kant aanbieders hebt, mensen die iets willen communiceren. In ons geval is dat bijvoorbeeld Rotterdam Durf, het CBK met Henk. En aan de andere kant heb je mensen die content willen hebben, inhoud. Content is inhoud, hè? Dus, laat ik zeggen, een lege ballon. Of die kan je doorprikken, maar een volle ballon. Ja. Nee, ik kom nou eens even to the point. Oké, dus nogmaals. Ik snap je? Dat is het probleem. Ik moet oefenen. Oké, Antenne is eigenlijk een... Ja, je moet gewoon, weet je? Jij moet gewoon, ik bak proberen. Er niks van. Ik print dit gewoon en ik deel het uit. To club act in Lantaarnvenster. It's time for all seasons. Since Patricians. Or before. Or Chris Wallace. It's time, space. Death is the new black, says Rosa Luxemburg. Since blood money split Huey's head open for his wife. American Indians, they're gonna have to go live inside solid rocks. Well, that's if they want to. Let's go. Stemming zit er goed in het Scandinavische festival. Iedereen zit een beetje rustig, maar ja, ze hebben natuurlijk heel veel lol. Want ze drinken en ze praten en zo. Het is meer een inhoudelijk festival, hè? Gaat ie lekker? So, English please. Oh. Is it going okay? Yeah, it's going very fine. Thank you. Are you like, you're Swedish? Yeah, I'm Swedish, from Stockholm. What? From Stockholm. You like the ambiance here? Yeah, it's very good. I like Rotterdam as well. It's a very nice city. Well, tonight I play some music from my record label, Dealers of Nordic Music, some Scandinavian jazz, but I also play some electronic stuff as well that we release on the label. What's your name? Andreas Agdestein. Heb jij daar een beetje naar je zin gehad? Ja, duidelijk. Het eerste vond ik cool. Het tweede vond ik ook wel cool, maar gewoon dat van nu net vond ik niet zo cool. Het was een beetje te zwaar, te diep en te donker, duister, duivels.
Henry Bowers. I do spoken word poetry and like mix it with hip hop music and some country music and reggae music. I translate Johnny Cash and Woody Guthrie into Swedish. This is one of the songs, it's called Ship in the Sky. Now it's called Skeppet I Skyn. En tjej såg med höjd ögonbryn ett flygplan som flög högt där uppe i skyn. Till sina kamrater sa hon med stolt uppsyn: min pappa styrde där skeppet i skyn. Min pappa styrde där skeppet i skyn. Min pappa styrde där skeppet i skyn. Ni har ingen aning vad vi sjunger nu. Mijn papa stierde daar grippen. Ik weet het ook niet, maar die film moet onderhand wel afgelopen zijn. Alleen, ik zie niemand hier. Daar zitten ze allemaal te feesten. Maar die film kan toch geen 2,5 uur duren of zo? Mooie film, erg mooi film. Ik ben blijven zitten voor de beelden, want die zijn echt schitterend. Okay, wacht even, daar heb ik mijn mensen, hè. Hier. You can hold it. Ik wacht al de hele tijd op jullie. Oh, echt? Oh. Ja, wat denk je dan? Het was wel een lange film dan, toch? Ja, het was zeker een lange film. Wat vond je? Ja, het is een indrukwekkende film. Het duurde wel iets lang, maar op zich een leuk verhaal. En how do you like the film? It was okay. It was very long. It was boring at times, but it had a great storyline, and you could feel with the characters, so I liked it. The only bad part was that there was some Vietnamese in it, which he couldn't understand, because yes. He doesn't understand Dutch. So. But I got the point. It was about this Vietnamese guy going back to finding his roots, and it was a great story. Hey. I wish you all the luck the rest of your life. Oh, thank you very much. Vind je het ook dat het een beetje een lange film was, wel mooi? Ja, maar niet te lang. Dat is mooi. Maar de beelden echt schitterend. Daar ben ik ook voor blijven zitten. Ja, maar ik vond het wel een beetje voorspelbaar qua verhaaltje. Maar goed. Hey. En? Ja, het was prachtig. Het was triest en toch ook aan het eind weer niet. Niet te lang? Nee, absoluut niet. Het vloog voorbij. Ja, het was over voordat ik het wist. Verhaaltje nog voorspelbaar? Te voorspelbaar? Nee, vond ik niet hoor. Nee. Nee, vond ik inderdaad niet. We gaan lekker slapen. Nog lang niet. Dat is echt een goed gevoel hebben. Wat zeg je, sorry? Je hebt er een goed gevoel over. Ja, heel erg. Ja, zeker. Ik vond het een prachtige film. Mooi opgenomen, mooie natuur en ontroerend. Ja. Ja. Bedankt. Kijkers, dat was dan de cabaretier met levende pop. Met levensechte pop, zie ik hier. Oké, dan hebben we... Nou die pitch laat maar waaien. Antenne is gewoon een succes, punt uit. En als je wil weten waarom, dan moet punt je... Punt uit, nee, punt NL. AntenneRotterdam.nl. We gaan over naar het volgende filmpje. Hopelijk...
Oké, okay, de inleiding met één zin. Hopelijk loopt het allemaal een beetje los met de vogelgriep in Nederland. Hè, Charlie? Weet je waarom? Nee. Omdat dat hele proefpark zit vol met kippen en hanen. Dus op het moment dat ze een ophokplicht krijgen, ja, dat hebben ze al bijna, maar dan, als ze dan, weet je wel, als het echt toeslaat, dan moet ze afgemaakt worden. En die kippen hebben kuikentjes gekregen. Nou, de hele buurt die helpt mee met de verzorging. En er is inmiddels ook een vechthaan gearriveerd. Ik zou zeggen gearriveerd. Ja, waarschijnlijk kunnen we vast nog wel een of andere nestexporteur vinden. Nee, dat is niet jouw zorg, want jij weet grondstoffen kan aanleveren. Nee. Flauwe grap, doe niet. Deze week is knippen ook... Knippen eruit deze. Nee, knippen we er niet uit. Wel waar, man. Deze week is ook het proces van Saddam Hussein Ja, nou, dat boeit mij toch begonnen. Niet. Wij zijn lokaal nieuws, jongens. We kunnen dat niet dubbelen. Kom op, ik grijp even in als hoofdredacteur, als baas van deze hele toko. We gaan nu kijken naar... Jij bent helemaal geen baas, want Antenne Rotterdam is van iedereen. Dat heb je zelf gezegd. Nee, ik ben geen baas, nee. Oké, de punt vechthanen. Bloep. Wie bent u en wat is het verhaal van de kip? Nou, wat is het verhaal van de kip? Ik heb hem ergens in een vogelwinkel heb ik hem gevonden. Voor 3 euro heb ik gekocht. Uh-huh. Dus hij was eigenlijk daar bestemd voor het slacht. En ik heb hem wel gered. En ik vind deze beesten wel heel erg mooi. Vandaar heb ik, ik hou hem als een huisdier. Hij is nu aan, je laat hem nu uit eigenlijk? Ja. Jezus, wat een ding, joh. Een grote. Hij is ongeveer 7 kilo. Jezus, joh. Wat is toch een speciaal ras? Want, Het is een speciaal ras, vechtras is het. En wat is de naam van de kip dan? Arab. Natuurfilm. Zo. Dus jullie zijn speciaal komen werken vandaag? Ja. Jullie hebben vorig jaar er ook geholpen of niet? Nee, ik kom er altijd bij. Jij vindt het wel leuk zo hier? Ja. Wat vind je het leukste eigenlijk? De kippen? Nee. Wat dan? Het werken? Vind je werken leuk gewoon? Stumble to the kitchen, pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Jump in the shower and the blood starts pumping. Out on the streets, the traffic starts jumping with folks like me on the job from 9 to 5. Working 9 to 5, what a way to make a living. Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind. Ja, ja. Heel mooi. Even kijken. Laat je ze ook koppel maken en alles? Of trainen? Ja, ik train ze gewoon. En de timer zit gewoon in hun bloed, zeg maar. Ja, ja. Hoe meer ze gaan vliegen, zoveel ze uit kunnen halen, zeg maar. Ja, ja, oké.
Dus, maar hebben ze nou zin om te vliegen? Of, Vandaag niet, want vandaag hebben ze te veel gegeten. Oké, we gaan het iets gezelliger doen. Nee, ik vind, Charlie, ik weet niet, dubbelpresentaties. Het is nieuw, hè? Nieuw, maar je moet oefenen. Welke aflevering? 9? 8? 8, ja. 8, laat het daarop houden. Aflevering 8. We volgen tijdens de roadshow Shirley, onze Brabantse poprockband, al een tijdje. En ze hebben nu een eerste twee sponsors, de jongens. Dat is nog niet te zien volgens mij, maar ze hebben bijvoorbeeld Red Stripe, het Jamaicaanse biermerk, dat wil hun sponsoren. Ze hebben nou, krijgen nou wekelijks een kratje bier Red Stripe. Weet je wat ook tof is? Ze hebben ook nu contact met een Italiaanse gitaarbouwer en ze krijgen ook hun gitaren gesponsord. Ja, terwijl ze nog eigenlijk... Dat gaat niet door, hoorde ik. Lullig. Nou, laten we maar gaan kijken hoe deze week met Julie gaat. We gaan dit weekend met de band opnames maken om de eerste langspeler af te ronden. We hebben nog een paar nummers te gaan. Van de zomer zijn we al flink bezig geweest. En het was aan mij om een kratje bier even te halen. Want ja, zonder bier geen rock'n'roll, hè. Deze er al goed op? Ik heb geen idee welk nummer jij aan het drummen was. Ja, het enige wat ik... Er komt hier binnen, die kut Oscar. Ik ben natuurlijk die ta-ta-ta vergeten. Maar ik vond hem op zich wel mooi. Oh, dat was Turn. Nee, dat was geen Turn. Dit was Content. Yeah. Doe niet de hele tijd voetbal aan? Nee, natuurlijk niet. Maar gewoon zoals nu. Dat is even een kleine... Dat is toch Nico, het is toch dit, hè? Yo, rood! Het nummer Eternity wordt vandaag ook gemixt. Eternity is een veel vrolijker nummer dan No One. Het gaat over keuzes maken in het leven. Dat is typisch Nico dit, hè? Maar dit heb je nou wel opgelost. Je weet nou waar het aan lag, hè? Ik weet nou heb waar je nou wel een knopje ingedrukt toen? Het stond vandaag allemaal goed, ja. Ja? Geen tikken. Geen tikken? Geen tikken. Die had ik dus wel even toen de stroom eraf was geweest. Dat had ik ze weer. Ik denk, kut. Ja, we mogen dus in dit huis mogen dus niet, niks van stroom aanraken, hè? Of zouten, godverdomme. Ja. Ik ga even met zoeken naar Chris dat die dit moet zien. Moet het echt uitgezonden ook? Ja. Godverdomme, jongens. Het is jammer dat we dat hier niet kan vangen. Maar is dat al, zeg maar, het project van Biemans dat we elke week... Ja. Dat is dit. Nee, Biemans wil spannende televisie. Eigenlijk moet je bij Biemans volgens mij binnenkomen lopen. En dan moet je Henk heten. En dan wordt er een show over je gemaakt. Redelijk vroeg. Hier heb je geen wekker nodig. Word je door de haan wel wakker gemaakt. Gisteravond is goed gegaan. We hebben 3 nummers opgenomen. En het liefst vandaag weer 3. Misschien zelfs 4. En wacht op Sjaak. Nick heeft de koffie al gezet. Het is wel wat laat geworden, al die biertjes. Maar we gaan er weer tegenaan vandaag. Nou, de buurt staat allemaal te kijken. Ze willen naar binnen, ja, maar ze worden tegengehouden. Buurman, ja. Boer, andere buurman. Ja. Boer Jan. Jij moet dan even opletten met boer, hè, de vorige week. We zijn toch... Toch wel even van de brullige racefietsje maken natuurlijk. Ja, maar, dit is toch boerenland hier? Gaan er toch allemaal boeren aan, of niet? Ja. We gaan niet alles over één kam scheren. Nou, de bal kijken, Marken halen. En nog iets grappigs over Jan te vertellen.
Nee. Hey, kan je voordat je een biertje drinkt even meespelen? Goed. Ik heb Albert Heijn voor de cholesterol. Kom Jan. Hoe hoog zat hij? 5,7. Ik heb 4,9. 5,6. Dan hoef je niet om te juichen. Een wandelende tijdbom. Heb je echt zoveel cholesterol? Ja. Hey, Henny, vind jij ook? Zal ik op de 7? Die moet allemaal naar het ziekenhuis. 3 weken opgenomen worden. Even boven de 7,5. Oh, lekker Jan. Hier in bed liggen. Heb je er zin in, Jan? Nou, eigenlijk niet. Wat dan, wil je bier drinken anders? Ik heb lekker zin in mijn bier. Nu al, man. Ik denk ik vanavond 12 uur niet al. Totaal los. Maar als jij om 2:30 begint met een biertje drinken, dan ga je toch dan kan je toch niet stoppen om 6 uur? Om 11 uur leg ik wat plat dan weer. Maar hoeveel bier hebben jullie dan op voorraad? Nou, het hangt er vanaf of het aanbiedingen zijn. Kijk, als de Hertog Jan in de aanbieding is, heb ik meestal een krat op z'n dag. Dan doe ik elke keer 2 halen en ongeveer 1 betalen. Dit is trouwens ook wel eens goed om te zien. Hè? Kijk even naar de klok. Het is 11:50 middags en we zitten gewoon aan de koffie en er staan er ergens flessen bier. Dus mochten ze denken van, die jongens drinken alleen maar. Ik heb gisteravond laat maar niet meer gefilmd. Toen stond heel de tafel vol. Ja, precies. Nou, doe maar praten. Dit is Vertee. Komt er bij elkaar. Ik ken vertegenwoordiger in Nederland van het Jamaicaanse biermerk Red Stripe. En die is promotioneel bezig. Hebben wij daar al een bier geproefd van? Ik wel. Dat is goed te drinken. Ja, dat is goed te drinken. Is het lichter of zwaarder? Of, 4,7%. En, dus afkikken dus. Ja. 0,4% meer. Minder. Ja, minder, dat bedoel ik. Ja, moeten wij dus een biertje extra doen. Een biertje extra braaf. En ik zeg zo van ja, dit is niet wat voor Red Stripe om deze band te sponsoren. Ja. Dat wij op het podium jullie biertjes drinken, of dat wij jullie t-shirt dragen en dat wij jullie logo op ons leven melden. Als het er ziet, maar hoe dat vaak in beeld komt. Ja, wij drinken bier, gewoon met zeepkook. Wij drinken bier, dus ja, dat nou, dat had hij op zich horen naar. Tot ziens, beste kijkers. Even zwaaien, Rini. Oké. Okay. Tot de volgende week. Volgende week, pensioenadvies in de Roadshow. En een korte flits van het slotdebat. En dan kunnen ze zien hoe ik het ervan afbreng tijdens mijn interview, snap je? En wil je wat bereiken in het leven? Dan moet je naar jezelf luisteren. Wil je wat bereiken? Nee. Wil je wat... Dat is een goeie man. Wil je wat bereiken in het leven? Doe mee met Antenne Rotterdam. De beste .nl. Garantie... .nl. Ja, juist. De beste garantie tegenwoordig voor een beetje... .nl erachter. Oké. Okay. De beste garantie voor een beetje carrière. AntenneRotterdam.nl. Hm? Site zonder voorkant, maar wel met een hart. Knipoog. Ik deed een knipoog. Hij mist een beetje. Nee.